Hier zien we het nogmaals gebeuren. Daar gaat Sam Bird rechtdoor. En werkelijk iedereen die daar vanaf stuitert, inclusief Nigel Melk hier op de voorgrond. Sørensen die daar dus ook afgestuurd is. En Sam Bird daar dus links uitvallen en uitgestapt. We zien het, hè. We zagen al de regendruppels bij de start van de race. En dan met de slicks is het gewoon niet te doen. Terecht de beslissing van de wedstrijdleiding om de safety car op de baan te laten verschijnen. En hebben dus Will Stevens nu aan de leiding voor Bianchi. Robin Vrijns op P3. En Daniel Moef, terwijl daar nog iemand vanaf stuitert. Eraf gelijk moet ik zeggen, achter de safety car situatie, dat is natuurlijk een hele rare situatie dat kan gebeuren, is het Daniel Zampieri, denk ik. Terwijl we ook een contact in de pit zien staan, is het Vittorio Chirelli wellicht, of is het toch Nick Yannoli? De Chirelli die in de pit staat, en dat betekent dus dat we ook Nick Yannoli kwijt zijn. Dit is het auto van, ik denk Zampieri die rechtdoor geschoten is, achter de safety car. Dat geeft dus ook wel aan, ook een rijke safety car, heel rustig, dat het moeilijk is om de auto op de baan te houden, zeker met de slicks. Ga er vanuit dat de auto's die op dit moment achter de safety car zitten, allemaal op de regenbanden rijden. En is het dus Will Stevens die daar het grootste voordeel heeft behaald. Mooi, hè, zo'n regenachtige omstandigheden die ervoor zorgt dat het hele veld op elkaar gaat. Stevens is vanaf P15 gestart.